Op 18 november werd in Museum Kasteelse Poort in Wageningen een expositie geopend van de in 1937 in Renkum geboren en in 2014 in Wageningen overleden veelzijdige kunstenaar Jits Bakker. Reden genoeg om deze expositie te laten openen door de burgemeesters van beide gemeenten. Na hun toespraken onthulden zij een beeld van Jits Bakker en daarmee was de opening een feit. Uitnodigen om een eerste bijdrage te leveren. Dank u wel. Dames en heren, als eerste hartelijk dank dat ik vandaag te gast mag zijn bij de opening van deze expositie over het werk van Jits Bakker. Jits Bakker was en is een beetje van ons, zoals we dat zijn. Hij werd geboren in Renkum en overleed in Wageningen. Dat zou de indruk kunnen wekken dat hij nogal honkvast was en tussen zijn geboorte en dood circa alleen maar 10 kilometer was opgeschoven. Nou, maar niets is minder waar. Hij reisde al jong de hele wereld over en ook in zijn volwassen leven als kunstenaar werkte en exposeerde hij op allerlei plaatsen op de wereld. En het belangrijkste is dat de beelden nog steeds een collectie vormen en voor iedereen te zien zijn. Of dat nu in de gemeente Renkum of in de gemeente De Bilt is. Ik zeg het toch met een beetje pijn in mijn hart, maar dat begrijp je. Het bestuur van de Kasteelse Poort heeft nu het initiatief genomen om een expositie te wijden aan het werk van Jits Bakker. En daar wil ik hen hartelijk voor bedanken. Het is nog steeds een heel groot genoegen dat ik vandaag in deze zaal binnenkwam en ineens de hoed van Jits zag. Want die hoed heb ik heel veel keren gezien. En ik weet zeker, ik kijk Tibor aan en misschien andere mensen die heel veel met Jits hebben opgetrokken, dat Jits hier apetrots op zou zijn dat er twee burgemeesters zijn die hier deze opening verrichten. Want het was een markante man en ik ga daar graag ook iets over vertellen. U bent nog niet in de tentoonstelling geweest, al een aantal van u niet. Maar moet u eens goed kijken, die Jits was ook altijd een beetje ondeugend. Dat kun je zien, hij heeft een mooi beeld, erotiek staat daar. Dat, als je die vormen van het beeld van Fly Away zit, dan zitten altijd ook die ronde vormen erin. Maar niet alleen ronde vormen, ook het wegvliegen, het verbeelden daarvan van Fly Away. Want waarom is dit beeld voor hem van betekenis geweest? Omdat hij zegt, hiermee wil ik ook Wageningen typeren. Een stad, heel divers, waar heel veel mensen komen, maar ook weer wegvliegen. Studenten, over de wereld gaan en eigenlijk de boodschap van vrede brengen. De stad der vrede is het eigenlijk ook. Het is een dubbele symboliek voor Jits geweest om het te maken. Als u goed kijkt, ziet u daar ook dat die vredesduif, die vogel. En er zitten ontzettend veel mooie detailleringen in, als je het verhaal goed van dat Fly Away bekijkt, die verwijzen naar de diversiteit van onze stad en de uitdagingen die stad heeft. En mijn foto met de burgemeester. Ja, kijk. Ja. Hans, ik denk dat jij een van de Renkumers bent die heel erg veel met Jits te maken heeft gehad. Hè? Uiteraard. Ja. Uiteraard. En in zijn laatste jaren vooral. Mm-hmm. Hij kwam regelmatig bij mij in de winkel om te kijken naar dingen en even te praten en een boekje aan te prijzen. En hij had natuurlijk dat beeld in Renkum geplaatst, hè, op het Dorpsplein. Mm-hmm. En daar was hij heel trots op. En regelmatig hadden wij natuurlijk contact. Ja. Ja. We dronken graag een glaasje rode wijn. Ja, ja, er staan nog steeds, de burgemeester net ook al vertelde, in de gemeente Renkum ook een aantal prominente plaatsen. Ja. Heel duidelijk zijn beelden. Ja, ja. Wat vond hij daar zelf eigenlijk van? Prachtig, ja. Prachtig, ja. Ja, ik sta nog echt weer te kijken dat het een ondergewaardeerde grote kunstenaar is geweest. Ja. Hij was natuurlijk buiten Nederland veel beroemder als in Nederland. En dat doet me altijd nog wel een beetje zeer. Dat denk ik, hij werd ondergewaardeerd. Hè? Ja. Als je de beelden van Kees Verkade. Ja, nou, ik vind dat Jits qua vormgeving en qua intellect. Nou, hetzelfde is. En dan krijg je meestal, want nu gebeurt het, dat na zijn dood
het gaat leven, hè? Ja. Hij is een beetje terug, maar misschien toch ook wel fijn om te zien door de mensen die hem kenden. Hij had natuurlijk in Renkum heel veel vrienden, hè? Van vroeger uit. Ja. Joop van Nieuwenhuizen, Herman van den Berg, allemaal jongens uit de straat die vlakbij hem gewoond hebben. En die dat waardeerde hij altijd. Daar had hij altijd een zwak voor. Ik woonde dus ook in die buurt waar hij woonde. En wij hadden toen een hardloopwedstrijd. Toen was ik een jaar of 12, 13. En die won ik. En toen kreeg ik een hele map met tekeningen van Jits Bakker als eerste prijs uitgereikt. En ik heb dat ooit op zolder neergelegd. Maar het is op de een of andere manier tijdens verhuizingen is dat verdwenen. Ja. Dat is heel jammer, want hij kon hele leuke van die rivierlandschapjes, vooral in het begin. En mijn grootvader was een groot liefhebber van hem. En samen met de dikke Wout van der Born, dat waren de stimulators om hem aan de praat te krijgen. Hè? Ja, ja. Want hij kon daar de kost niet mee verdienen, maar hij moest wel gepusht worden. Wat ik je net vertelde, ja, over die omliggende dingetjes. Ja, nou, dat was hartstikke leuk. Het is eigenlijk in het begin een beetje moeilijk om een goede balans te vinden. Ja. Dus iets doen wat je leuk vindt en daar dan tegelijkertijd geld mee verdienen. Ja, nou ja, dat was natuurlijk het probleem in de 50 en 60 jaren. Er moest natuurlijk brood op de plank komen. En inmiddels was hij getrouwd. Hè, ik weet niet of er toen al kinderen waren, maar er moest natuurlijk wel wat verdiend worden. Ja. En dat is ook wel gebeurd. Dus stimulans was er wel. Ja, dus uiteindelijk is het gewoon nog goed gekomen. Het is helemaal goed gekomen. Ja. Ja. Oké, dankjewel. Oké, graag gedaan. Net als je vader, ben je kunstenaar geworden? Ben je echt geïnspireerd door je vader? Mocht je hem vroeger helpen? Of hoe is dat gegaan? Ja, nou, je weet niet beter. Je groeit ermee op. Hè. Je groeit op in en alles om je heen kunst. Hè. De tuin, beeldentuin, het atelier. Alles was natuurlijk kunst, het hele huis. Ja. En mijn vader was de dag en nacht mee bezig. Dus ja, dat is natuurlijk iets wat je meekrijgt en wat waar je eigenlijk niet meer los van komt dan. Nee. Ik dan persoonlijk. Betrok hij je er ook echt bij? Ja, zeker. Hij nam me altijd overal mee naartoe. Okay. Als klein jongetje al. Ik ging mee naar de ateliers met het marmer en de onthullingen en de plaatsingen. En naar de gieterij en schilderen. Nou ja, het ging achter elkaar door natuurlijk. Ja, ja. En dat van kleins af aan mee met je vader. Dat heeft natuurlijk wel indruk gemaakt. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Nou, hij heeft natuurlijk zelf wel heel snel zijn vader moeten missen. Daar hoeft niemand over na te denken. Dat is hartstikke moeilijk. Hoe was hij zelf als vader? Een hele warme man. Ik had een hele hechte band met hem. Hij was wel streng ook. Voor mij dan. Hè. Omdat hij dus zag van, ja, Tibor, jij kan schilderen. Althans, dat zag hij al gauw dat ik het wel in mijn vingers had. Hè. Datzelfde in de genen, zeg maar. Maar hij was wel heel streng. Dus altijd van, Tibor, je moet discipline leren. Het is niet een makkelijke weg, de weg van de minste weerstand, maar de weg van de meeste weerstand. Je krijgt heel veel voor je kiezen als je kunstenaar wil zijn, hè? Als je kunstenaar bent.
En ja, dat is niet iets wat je kunt leren, maar dat ben je al. Alleen je moet het ontwikkelen in je leven. En dat heeft me wel geleerd om discipline te creëren, zeg maar. Ja, ja. Je schildert heel veel, zeg je. Maak je ook beelden? Ik maak geen beelden. Ik restaureer wel beelden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld beelden die van mijn vader zijn geplaatst in openbare ruimte, die soms beschadigd zijn geraakt. Of er is door vandalisme is er wel eens iets gebroken. En dan restaureer ik de beelden. Dat doe ik wel. Maar ik ben zelf nog niet beeldhouwer. Maar mijn vader is ook begonnen als schilder. Dus wie weet. Ja. Je bent nog jong, dus je kan alle kanten op. Daarom. Ja, nou heb ik een wat minder vraagje. Het beeld van Jits wat op het graf van zijn moeder stond. Ja. Dat is een tijdje geleden gestolen. Ja. En dat sloeg best wel in. Ja. In Renkum. Hebben jullie ooit iets teruggevonden, iets teruggehoord? Nou, van het beeld van het monument, dus zeg maar, het is een gemeentemonument, hè? Is nooit iets van een tip binnengekomen of iets. Nee, niks. Wel veel vragen erover gehad, net als jullie dan nu. Die vraag krijg ik dus heel veel, ook van landelijke media, van Tibor, heb je al iets gehoord? Maar nee, ik ben daar heel bang voor dat we het niet meer terug gaan zien. Nee. En misschien dat ze over 50 jaar het ergens terug gaan vinden, in Rusland of waar dan ook. Ik noem maar een zijstraat. Maar dat kan heel lang duren voordat ze dat weer vinden. Ja. Dit is natuurlijk extra erg, zo'n kunstwerk wat gestolen wordt, wat eigenlijk ook een grafsteen is. Nou, dat kun je wel stellen, ja. Dat is diep en diep triest. Dat is zo ver eigenlijk, dat je aan een graf komt. En daar blijf je gewoon af. Laten we hopen dat er geen beelden meer van Jits gestolen worden. Want er zijn er nogal wat gestolen natuurlijk de afgelopen jaren. Ja, dus, de meest bestolen beeldhouwer van Nederland. Ja. Dat is geen titel waar je trots op mag zijn. Nee. Maar het is een gegeven en ik denk, ja, zijn werk is geliefd, hè, dat blijkt. Ook bij de minder publiek, zeg maar, bij het lage allooi, zomaar zeggen. Want dat is wel heel laag als je dat doet natuurlijk. Ja. Dus ja. Het is eigenlijk wel heel gek, hè, dat ik van andere mensen die zeggen van, ja god, eigenlijk is Jitsbakker nog helemaal niet zo bekend in Nederland. Hij is veel bekender in het buitenland. Ja. Maar aan de andere kant zijn er wel de meeste kunstwerken van hem. Ja, dat is zo. De meest bestolen. Dus omdat hij zoveel heeft gemaakt en wat allemaal overal staat op openbare plekken, is het natuurlijk ook dat een keerzijde, dat er ook wel eens wat gestolen wordt. Ja. In dit geval best wel veel. Ja. Heb je enig idee hoeveel beelden hij überhaupt gemaakt heeft? Ik heb ze nog niet geteld, maar werken in totaal, ja, als je ze hele oeuvre bekijkt, met glaskunst, sieraden, beelden, schilderijen, alles bij elkaar, duizenden. Ja. Duizenden, ja. Erg productief was hij. Ja, hij was zo gedisciplineerd en zo gedreven dat hij dag in dag uit, soms zelfs 's nachts doorwerken ook. Hè. Dat was, was een harde werker ook. Dus, ja. Inspiraties, hard werken, zei hij. Verschillende gemeentes worden nog dagelijks geïnspireerd door hem met zijn mooie kunstwerken. Dus wat dat betreft zet hij het wel voort. Hij zet het voort en hij blijft onder de mensen, hè, want dat was zijn grote wens. Dus, Oké, super. Nou, dankjewel. Graag gedaan.